Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in verband met de voorbereidingen van de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020 een informatiebijeenkomst met politieke organisaties gehouden. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat een open communicatie van essentieel belang is binnen onze democratie. De bewindsman zegt dat er bij het organiseren van een verkiezing rekening gehouden moet worden met verschillende entiteiten. In de voorbereidingsfase worden de politieke organisaties nauw betrokken. Immers, de informatie van de kandidaten moet beschikbaar zijn om op de stembiljetten te worden gedrukt. Daarnaast moet het stembureaupersoneel getraind worden om een goede job te doen. Er moeten kiesgerechtigden worden voorgelegd hoe te stemmen. Ofschoon alle actoren binnen het verkiezingsgebeuren belangrijk zijn, hebben de wettelijke regelingen toch een voorhoedersrol toebedeeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de districtscommissarissen. Deze twee actoren dragen de grootste verantwoordelijkheid als het gaat om het voorbereiden en houden van de verkiezingen. De bewindsman zegt verder dat alle activiteiten rond de verkiezingen nauwlettend gevolgd worden door de onderraad verkiezingen van de Raad van Ministers. De communicatie met de eerder genoemde partijen is al gestructureerd en wij zullen voor de eerste maal ook de politieke partijen in die structuur meenemen. Wij dragen de volle overtuiging dat een goede communicatie met alle verkiezingsactoren een absolute voorwaarde is voor succesvolle verkiezingen. Dit heb ik ook benadrukt bij de eerste bijeenkomst met de districtscommissarissen in juni 2018. Dames en heren, volgens de gemaakte planning zou het ministerie van BISA in de tweede helft van 2019 starten met bijeenkomsten met de politieke organisaties. Vandaar dat het ministerie alle medewerking toezegde bij de organisatie van de OKB workshop evaluatieverkiezing 2015 te Overbridge in november 2018. Tot zover Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vanmorgen op een informatiebijeenkomst met politieke organisaties in verband met de voorbereidingen van de verkiezingen van 2020. De minister heeft ook de nieuwe website van het Centraal Bureau voor Burgerzaken gelanceerd. De bijeenkomst is gehouden in de Royal Palmzaal van Courtyard by Marriott.